Ja, Ik wil het eigenlijk over drie dingen gaan hebben: over smart buildings en jullie definitie daarvan. Ja, dus, er gaat heel veel gaat er in, de, in de markt rond, maar wat is voor jullie nou zo'n smart building? Ja, um, de digital twin, natuurlijk. Dat hoort er een beetje bij in het verlengstuk. Ja, en waar ik heel graag naartoe wil, is blockchain technologie. Kijk, kijk, ja, het, is, uh, het begint steeds meer begint het een beetje rond te zingen in de markt. En uh, mensen beginnen, beginnen toch te zien dat het niet alleen maar de bitcoin is en het criminele geld, maar dat het ook daadwerkelijk een toepassing ja. heeft. En hoe kunnen we dat nou gaan toepassen in een gebouw? Wat gaat dat voor ons betekenen in de komende paar jaar? Mooi onderwerp. Welkom, leuk dat jullie luisteren en kijken naar een nieuwe aflevering van Aan tafel met. Vandaag hebben wij de gast Wilfred van der Plas van DWA. Welkom. Ja, welkom. Dankjewel. Goedemorgen mannen. Leuk ja. dat je er bent. Ja, gaaf om hier te zijn. Nou, leuk dat je dat zo ervaart. Um, je hebt echt enorm veel kennis. Uh, maar voordat we daar gaan uh, induiken, zijn we gewoon heel benieuwd wie is Wilfred. Wie is Wilfred? Uh, nou, mijn naam Wilfred van de Plas, werkzaam bij uh, DWA, maar dat memoreerde je natuurlijk al. Uh, vader uh, van, uh, van twee kinderen, getrouwd dus: uh, een uh, jongen en een meisje, Samuel en Sarah. Uh, en buiten dat. Uh, bijbelse namen. Ja, bijbelse namen, ja, dat klopt inderdaad. Dat, uh, dat zit daar ook achter. Dat klopt. Uh, ja, en buiten dat uh, ja, aan, uh, aan het werk in, uh, in het vakgebied uh, gebouwde omgeving. En dat al een twintig uh, jaar. En uh, nou, sinds een jaar of acht, negen echt gegrepen door het onderwerp uh, data. En tegenwoordig plakken we daar natuurlijk allerlei termen op als uh, digital twin, ja. smart building noem maar op. Maar dat is wel uh, wat, mijn, uh, nou ja, wat mijn grote interesse heeft. En uh, ja, dan kom je natuurlijk ook uit bij de techniek uiteindelijk. Hoe gaan we dat dan maken? Heb je, dan, uh, je altijd al uh, liefde gehad voor techniek? Ja, die voorliefde voor techniek zit er, zit er zeker in. Uh, ik, heb, uh, ik heb werktuigbouwkunde gestudeerd. Uh, nou ja, gewoon vanuit uh, de interesse in, in de techniek. Hoe zitten dingen in elkaar? Hoe kun je dingen maken, zogezegd. Uh, ja, ik was vroeger als klein kind al met een hamer en, en weet ik het allemaal niet uh, bezig als mijn... Moeder dan die foto's laat zien, dan zegt ze van joh kijk toen zat het er al in. Nou dat zie ik dan ook. Had het meer met slopen te maken of zoiets? Nee, dat begint al. Toen was het waarschijnlijk meer slopen, maar in ieder geval dat had mijn interesse. En ik ging mee met mijn vader als die zeggen de auto ging repareren ergens in de werkplaatsje, in de omgeving. Dat hij zelf zijn nieuwe uitlaten de onderen ging sleutelen. Dan ja, ik ging mee, want dat had mijn interesse. En en uh, zo ging ik ook mee met mijn vader, die werkte bij het gemeentelijke energiebedrijf als die op zaterdag en op zondag uh, de gasmeterstanden moest, uh, moest opnemen. Omdat ik zoiets had van ja, weet je, dan sta je daartussen en dan hoor je dat geluid. En je ziet uh, die pijpen en de pompen en de appadaagjes en noem maar op. Uh, je ja, kan het verhalen dat, wel horen, maar je wilt eigenlijk meemaken. Ja, ik, uh, ik, ik wilde dat ook, ook gewoon zien. Ik had dat had gewoon in mijn, in, in mijn interesse. Ik stapte graag op zaterdag dan mee met mijn vader in de dienstwagen om. Uh, gewoon echt uh, snappen hoe het in elkaar steekt. Ja, ja. precies. Ja. En, en je zegt dan net 20 jaar al actief. Zijn er, uh, uh, is er een ontwikkeling geweest waar je van zegt van god, dat is, dat is gaaf. Dat, dat, dat is mij bijgebleven. Uh, in die twintig jaar uh, ja? bedoel je dat? Nou ja, kijk, wat, uh, wat ik had, uh, even als ik naar nou maar zeg zelf terugkijk op die 20 jaar. Uh, ik heb in die twintig jaar in de gebouwde omgeving natuurlijk echt wel gezien dat uh, als het daarover gaat, duurzaamheid en, en duurzaamheid werkend maken, is natuurlijk onze, onze, onze missie vanuit uh, DWA. Dat uh, van geiten sokken, uh, het nu uiteindelijk naar een soort van mainstream aan het, aan het worden is. En dat is natuurlijk wel een, een hele mooie beweging, die je wat dat betreft ziet. He, duurzaamheid is niet meer iets van dat, is van dat groepje met mensen. Die hippies, uh, van die hippies. Ja. Uh, nee, de, 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 de duurzaamheid is maar zeggen, echt wel. Nou ja, de, de is intrinsieke. Onze planeet, natuurlijk. Nou ja, en we kunnen daar maar één keer op, op leven. We kunnen maar één keer maar zeggen, al die grondstoffen uiteindelijk uitnutten. Ja. Dus dat iedereen daarmee bezig is, dat is natuurlijk uiteindelijk gewoon onwijs goed. En, en, en als iedereen dat doet vanuit de intrinsieke motivatie. Maar dat is in ieder geval een hele belangrijke beweging die ik heb gezien. Ja, wat ik zelf natuurlijk vooral, maar goed, dat memoreerde ik net al even, zo'n acht, negen jaar geleden. Gewoon de, de kracht en het gebruik van data. Ja. En wat je daar allemaal mee kan in die gebouwde omgeving. Om ook echt duurzaamheid werkend te maken. Nou, precies ook wat onze missie is. Maar uh, we hebben het natuurlijk te vaak gezien, in, in zeker ook nou maar zeggen, de afgelopen 20, 25 jaar. Er werd wel geïnvesteerd in duurzaamheid. Maar dat moet zich natuurlijk ook terugverdienen. En, en daar hadden we te weinig aandacht voor. En we hebben natuurlijk juist gezien dat we met data. in staat zijn om die aantoonbaarheid. halen we die business case? of als we hem niet halen, waar kunnen we op gaan sturen? Ja, uh, ja dat, dat onderwerp data is natuurlijk wel echt de afgelopen tien jaar gewoon. Uh, in de gebouwde omgeving zeker meer gaan leven. Dat is wel waar ik zeg van zeg. Nou, dat is natuurlijk ook een aanwijzbare verandering. En dat is natuurlijk een heel breed begrip. Um, noem eens één meetwaarde waarvan je zegt van dat is heel interessant. Waar ik eigenlijk naartoe wilde eventjes. Uh, we hebben het over technologie, we hebben het over duurzaamheid. Laten we het dus hebben over DBA. Uh, wie zijn jullie? Wat doen jullie? Waar moeten jullie van kennen? Um, nou ja, wie zijn we? Uh, DBA, uh, 35 jaar, dit jaar, uh, actief in de, in de gebouwde omgeving. Altijd vanuit uh, uh, nou, uh, de missie duurzaamheid werkend maken. Ja, precies. Uh, dus baanbrekend als het daarover gaat, hè, toen we in 1986 dus van, uh, van start gingen, uh, was het echt dus iets meer van een bepaald groepje met mensen. Maar ging het uh, toen ook al over duurzaamheid? Ja, toen ging het ook over duurzaamheid. Sterker nog, uh, onze uh, toenmalige uh, oprichter en eigenaar van het bedrijf, die zag dat, laat we zeggen, in, in, in duurzaamheid echt zat. Datgene wat hij er ook van, van verwachtte. Namelijk, je investeert misschien wel meer, maar je kunt daar ook geld mee verdienen in de exploitatie. En hij deed dat op dat moment voor zijn toenmalige werkgever een eerste project met, met daarin duurzaamheid. En toen zei die werkgever: Joh, dit was eens en nooit meer. En toen dacht <laughs> hij, van ja, maar wacht eens even. Voor mij is dat niet de situatie. Als jij er niet mee verder wil, dan wil ik er persoonlijk wel mee verder. En zo is hij uh, voor zichzelf begonnen. En, is, en DBA uiteindelijk gestart. Dat is echt wel heel gaaf. Dus het ligt. Het zit echt in de vezels van het bedrijf. Het zit, uh, zit wat dat betreft in de vezels van het bedrijf. En nou, goed, dat eigenlijk dus al 35 jaar lang. Nou, en inmiddels staat groep... DBA toevallig ook voor iets of is het geen afkorting? Nee, het is, een, het is een naamloze afkorting. Oké. Okay. Uh, ja, zo, de, de oorsprong is zou je. Het random. Eerst. <laughs> nou ja, dat. <laughs> nee, 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 de, 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 daarin dus niet. Maar de oprichter is Klaas de Wit. Uh, nou, dan heb je al de D van de en de W van Wit en adviesbureau. Uh. Uh, dus de A. Maar goed, dat is meer om te zeggen. Waar zou DWA dan voor kunnen staan? Maar het is, het is gewoon een naamloze afkorting. Ja, dus goed. Dus daar, zijn die, daar zijn die letters vandaan geïnspireerd. Dat is de vrijdagmiddagwetenschap. <laughs> uh, um. Nou, bewijzen van. Ja. Nee, maar goed, even. Dus ja, nou ja, daarmee ook al gezegd. Uh, consultants. Um, en consultants dan in de, in de meest brede zin des woords. Niet zozeer qua thema's, maar wel om te we zeggen als het gaat om. Um, wij willen dus echt actief zijn in de projecten vanaf de strategische fase, dus er is misschien al helemaal niks er ja. Ja, kan een bestaand gebouw zijn maar dat is oud en dat moet gerenoveerd worden mm -hmm. maar er moet een plan komen hè. er moet een, een visie komen, er moet een business case komen, uh, een haalbaarheidsstudie dus echt die voorfase uh, strategisch uh, energetisch, um, om vervolgens te zeggen dat ook daadwerkelijk naar uitvoering te brengen, dat is waar wij ook voor staan hè. we willen het echt gewoon doen um, en ja, dat kunnen we dan ook. Dus we engineeren ja. het, we, de, de begeleiding, de commissioning. Dus het naar oplevering brengen van het project. Ja, en dan eigenlijk, laat maar zeggen, ook de hele fase daarna in die exploitatie, waar dus dat geld verdiend kan worden. Mm -hmm. Daar zijn we dus ook actief. En dat bedoel ik dus met die breedte. En dat ook omdat wij uiteindelijk zelf zeggen van we willen leren van de projecten die we maken, van de projecten die we ontwerpen. Die we mede realiseren. Want uiteindelijk wordt het gebouwd natuurlijk door een team met aannemers, installateurs, et cetera. Maar we willen uiteindelijk ook dan de monitoring doen om te zeggen. oké, dit concept werkt op deze manier dus heel goed. En die data dan ook weer in ontwerp inbrengen uiteindelijk. Ja, dat is wel waarvoor we waarvoor we staan. Juist vanwege die kennis, ik ben echt super enthousiast dat je aan tafel zit vandaag. Leuk. Ja, ik wil het eigenlijk over drie dingen gaan hebben. Over uh, smart buildings en jullie definitie daarvan. Ja. Dus, uh, de, er gaat heel veel gaat er in, de, in de markt rond. Maar wat is voor jullie nou zo'n smart building? Ja. Um, de digital twin, natuurlijk. Dat hoort er een beetje bij in het verlengstuk. Ja. En waar ik heel graag naartoe wil is blockchain technologie. Kijk. Kijk. Ja, het is, uh, het begint, steeds meer begint het een beetje rond te zingen in de markt. En uh, mensen beginnen, beginnen toch te zien dat het niet alleen maar de bitcoin is en het criminele geld. maar dat het ook daadwerkelijk een toepassing ja. heeft. En hoe kunnen we dat nou gaan toepassen in een gebouw? Wat gaat dat voor ons betekenen in de komende paar jaar? Mooie onderwerpen. Dat uh, denk ik wel. Ja, nog iets toe te voegen? Nou ja, ik, ik merkte hè, toen, toen je de vraag stelde: van joh, uh, uh, wie, wat is DWA? Dat je gewoon heel enthousiast werd. En ik had natuurlijk een kleine glimp op jouw uh, CV uh, gegeven. En uh, ik zag dat je een kleine uitstap had gemaakt en dat je toch weer terug bent gekomen. Het, hè? Ja. Je zit er al in 35 jaar bij, staan ze. Uh, maar je zit er ook al een lange tijd bij. Hoe komt ja. het dat je, hè, dat je zo enthousiast ervan wordt. en dat je toch weer teruggekomen bent? Ja. Uh, kijk, de, de, het uitstapje, gezegd wat je dan op LinkedIn ziet. is uiteindelijk een dochteronderneming van DBA. Oh, Ook okay. nog. Oh. <laughs> dus, dus de vraag is dan: hoe groot was die uitstap? Ja. Nee, maar wat. Uh, uh, nou, ik noem dat wel acht, negen jaar geleden. Uh, het onderwerp data, wat me gegrepen heeft. We hebben als DWA zijn er uiteindelijk in 2015 een softwareontwikkeltak opgericht. Um, en daar hebben we vijf jaar hebben we die, hebben we die gerund. Met uh, onder andere in beginsel natuurlijk ook een aantal DWA-mensen. Uh, maar daar hebben we echt een zelfstandig bedrijf van, van gemaakt. Uh, uh, in samenwerking met een aantal andere aandeelhouders hebben we uiteindelijk een softwareplatform ontwikkeld. En dat ging over uiteindelijk, naar nou maar zeggen, die data. Dus we wilden data uit gebouwen halen data beoordelen, data analyseren om inzichten te geven ook weer aan de markt van joh, hoe goed draait dat ja. gebouw nu performt dat gebouw nu wat het uh, uh, wat we ervan verwacht hebben ja of nee uh, en als dat niet zo is de, de software toont dan ook aan waar gaat het niet goed waar kan er geoptimaliseerd worden um, dus dat is, een, dat is een ontwikkeling geweest waar ik, waar ik zelf ook in gezeten heb. Maar dan dus waren jullie er echt heel vroeg bij. Want negen jaar geleden uh, waren ze nog niet zo actief met data bezig. Althans in een gebouwde omgeving. Nee, dat, dat klopt helemaal. Uh, ik denk sterker nog zelfs um, als je kijkt naar DWA gaat het onderwerp data terug naar ongeveer 2007, 2008. Dat is als je kijkt naar, naar, da, uh, naar data en, en DWA. Dat is ongeveer het moment waarop dat bij elkaar kwam. Ja. Um, en eigenlijk vanaf dat moment al aan het pionieren uh, geweest met, uh, met nou, wat, wat kunnen we dan met, met, met data in het slimmer maken van, uh, van gebouwen. En dat komt ook een beetje voort uit, uh, nou, we zijn altijd al geïnteresseerd geweest in, we wilden niet alleen duurzaamheid maken, maar we wilden ook weten, werkt het nu? Um, nou ja, en, en daarin wisten we natuurlijk, data is de sleutel uh, daartoe. En nou, in die beginperiode daar dus vooral ook in gepionierd. Dat is ook waar we is, nu staan met Smart contract wat... Kennis dat voor jullie zelf interessant is, maar nu is het gewoon ook heel waardevol voor, voor de markt. Klopt, ja, en dat is uiteindelijk waarom we het in een uh, verzelfstandigde ontwikkeling gedaan hebben, omdat we uiteindelijk gezegd hebben: we willen het niet alleen voor onszelf houden, we willen het ook als toering beschikbaar stellen aan, aan de markt. En ja. dat is dan in de gedachte van duurzaamheid, de, de een manier ja, delen. Planet, ja. ja, precies. En uh, nou, dat, dat hebben we dus, dus gedaan, en uh, ja, dat was natuurlijk ook weer een hele gave ontwikkeling om. Uh, om mee te hebben mogen maken dat je samen met een aantal andere aandeelhouders een onderneming opricht. Uh, daar in vijf jaar tijd uh, heel veel energie in steekt. Uh, menselijke energie. En daar een onderneming bij maakt. En maar waarmee je dus ook maar zeggen, zo'n ontwikkeling in de markten uh, nou, mede creëert. Hè, want het is natuurlijk gewoon iets wat, wat op gang wordt gebracht. Data. Digital twin, smart building, noem maar op. Hè, dat, dat is gewoon de golf. Uh, die de markt dan ook maakt, maar dat je daar op die manier ook weer aan, aan meebouwt. Um, ja, en uiteindelijk hebben we dat ook weer, uh, weer losgelaten als, als echt zelfstandige onderneming. Um, en uh, ja, voor mij uh, was het ergens ook gewoon wel weer logisch om, uh, om bij DBA in te stappen en, en daar ook gewoon weer uh, door te gaan in, in wat dat betreft dan uh, de consultancy tak. Dus niet zozeer weer in, uh, in de software, maar uh, in, in de consultancy. Laten we het, uh, ja, dat is laten een mooi het... bruggetje. Ja. Een mooi bruggetje, ja. ja, <laughs> ja, ja toch? Ik hoorde uh, nog al, smart ja. Ja, wat is jullie definitie? Wat is een smart building? Wat moeten mensen zich daarbij voorstellen? Hoe werkt dat? Ja, kijk, uiteindelijk is uh, voor mij de definitie van, uh, van een smart building een slim gebouw. is een gebouw waar aan technologie is toegevoegd, wat het gebouw slim maakt. Hè. Dat kunnen sensoren zijn, platforms. En uiteindelijk waarin zit dan de slimmigheid van dat gebouw is dat... Er een stuk interactie plaatsvindt, ofwel met dat gebouw ofwel met die mens. Ja. En dat betekent dat of die mens is daarmee productiever, of dat gebouw gedraagt zich gewoon mm -hmm. anticiperend op wat die gebruiker verwacht. Maar hoe zit het, hoe zit het dan met gebouwautomatiseringssystemen? Uh, is dat onderdeel daarvan? Is dat een verouderde term? Hoe moeten we... Ja, dat ja een kijk, beetje zien? Uh, ge gebouwautomatiseringssystemen uh, vinden natuurlijk hun oorsprong in de jaren 70 en 80, ja. uh, waarbij natuurlijk processen zijn geautomatiseerd. Alleen uh, waar meteen ook laat maar zeggen uh, uh, het stopt bij gebouwautomatisering, is dat het uh, zoals het in ieder geval toen en heden ten daarom nog steeds wel wordt toegepast, het wordt initieel geïmplementeerd. En ja. het wordt initieel geprogrammeerd. En daar zit natuurlijk niet een bepaalde interactie in. Naar, laat zeggen, wat die gebruiker uiteindelijk uh, qua wijzigende behoefte heeft, dan wel de verandering in het gebouw. We zitten hier in een prachtig voorbeeld hè. Dit gebouw wordt op dit moment. Uh, Jullie gebouw waar jullie zitten in ieder geval, uh, wordt natuurlijk gerenoveerd. Ja, dat is als gevolg natuurlijk gewoon van het feit dat het uh, verouderd was ja. en natuurlijk uh, uh, aan een andere behoefte moet gaan voldoen. En eigenlijk de onderliggende techniek, uh, die kan niet mee in die wijzigende behoefte. Ja. En dat wil je eigenlijk wel, dat die technologie meebeweegt met de veranderende behoefte van, uh, van de gebruiker. Uh, dus als en, ik en, dat goed begrijp, is dat in uh, de jaren zeventig. Dat wordt nog steeds eigenlijk regelmatig toegepast. Maar dat is eigenlijk een techniek die voor een langere tijd erin zit, maar dat sluit niet meer aan bij de veranderde wensen en behoeften van de gebruiker van nu. Nou, ja en nee. Kijk, wat uh, echt als je het hebt, natuurlijk even over gebouwautomatisering zoals het wordt toegepast, is het natuurlijk een, een stukje hardware in combinatie met een stukje software. En, en dat wordt natuurlijk, uh, bij het ontwerp wordt dat uh, mede uh, ontworpen, bij de realisatie wordt dat mede gerealiseerd. Um, maar dat kent vaak maar zeggen, dus het initiële van het ontwerp. Ja. En wat je natuurlijk in de praktijk ziet, is dat natuurlijk een gebouw vaak al qua toepassing is gewijzigd tussen de ontwerprealisatie naar de ingebruikname. Toch meer mensen in dat gebouw. Of uh, uh, de huurder was nog niet bekend, maar de buurder is op dat moment maar zeggen, bij ingebruikname wel bekend. En die heeft net een andere behoefte als waar het op ontworpen is. En je ziet dat eigenlijk het hardwarematige daarin. Ja, Is dan op een gegeven moment ook meteen de beperking, ja. ook het softwarematig, als dat geprogrammeerd is vanuit, oké, okay, eh, zoveel mensen zouden er moeten zitten. En uiteindelijk zitten er meer mensen of er zitten minder mensen of er zijn meer kamers of minder kamers. Of het zijn allemaal open workspaces uh, geworden in plaats van uh, uh, bepaalde uh, ruimteindelingen zoals wel in het ontwerp aangenomen. Ja, daar zie je dat er minder goed geanticipeerd kan, kan worden. En uiteindelijk zeg ik, in een slim gebouw hoeft het er niet meer toe te doen. Hoe Er, nou maar zeggen, uiteindelijk uh, gebruik wordt gemaakt van het gebouw. Dat gebouw moet mee gaan bewegen met uh, uiteindelijk die gebruiker. Ja, wij, wij vergelijken het hier altijd met die, met die iPhone, met die oude Nokia en die iPhone. Ja, die oude Nokia. We worden die, niet gesponsord, gewoon een smartphone. Een smartphone, <laughs> een smartphone. <laughs> Apple-gebruiker, ja, sorry. Nee, maar de, die oude Nokia, eh, die kan bellen en sms'en, um, maar het zit niet chockvol met sensoren, het heeft geen ja, constante internetverbinding. Um, en het doet gewoon wat het moet doen gedurende die lifecycle. Ja. Um, die smartphone die zit chockvol met gevoelige sensoren. Die heeft een constante verbinding met internet. En daardoor kunnen er continu weer nieuwe applicaties ontwikkeld worden met die lokale sensordata en met Precies. die externe data. Waardoor je uh, nou, een hele persoonlijke telefoon krijgt. Maar wat dus wil Fred dan zeggen? Ja, maar dat, dat, is... dat het met je meegroeit. Je weet niet wat de toekomst nee, gaat brengen. Ja, maar dat is dus het interessante. Hè? Als we even, uh, maar voor de luisteraars maak ik het eventjes... Die telefoon is een, mooi, is, is een mooi voorbeeld. Kijk, als ik uh, vanochtend op een gegeven moment... Uh, uh, me aan het voorbereiden ben op uh, deze afspraak... dan zegt mijn telefoon uiteindelijk veel... Uh, let op, vertrek zo laat en dan ben je zo La. laat op tijd... voor de afspraak die je hebt bij Chess. Um, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Dus de, de intelligentie zit in die telefoon... dat hij op een gegeven moment kijkt van waar ben ik... Uh, wat is zijn volgende afspraak? Wat is de reistijd? Precies. Oké. Okay, ja, maar er op welk wel moment wordt vielen. dat dan eng? Ja, dat, 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 dat is de vraag wanneer dat natuurlijk echt eng wordt. Kijk, de, de, uh, ja, daar ben je natuurlijk ergens ook zelf over in controle. Je kunt je locatievoorzieningen aan- en uitzetten. Het is ook dus, niet waar je zelf je persoonlijke grens trekt. Precies. En dus tot waar wil je je laten faciliteren? Vind ik het eng als mijn baas weet hoe lang ik op het toilet zit? Of interesseert het me echt. Eh? Geen <laughs> nou ja. En in hoeverre weegt het op tegen uiteindelijk, zeggen de service die je ervan ja. krijgt? Kijk, en ik denk dat daar het uiteindelijk in de kern natuurlijk gaat om uh, 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 ook al, al, wij als gebruikers van gebouwen. We kunnen dus meer gefaciliteerd worden, uh, willen we dat ook? Nou, daar hebben we hopelijk nog steeds zelf keuzes in. Maar ja, dat open, zie je ook niet bij de smartphone dan kun kan je het inderdaad wel aangeven, wel of niet uh, locatievoorziening. Maar hoe gaat het dan straks in, in slimme gebouwen? Is dan uh, de gebruiker in het gebouw ook in staat om wel of niet uh, informatie te delen? Ja, in, in, in de systeemvisies die wij nu maken voor nieuwe ontwikkelingen, is letterlijk dit een van, uh, van de zaken die ja. we daaraan toevoegen, dat je rekening moet houden met een diversiteit in gebruikers. En, en stel je dan uh, de gebruiker dat... centraal? Ja, zeker. En, uh, sterker nog, dat is ook de, de titel van een artikel wat ik heb geschreven een jaar geleden, De gebruiker centraal in het slimme gebouw. Waarbij dus die gebruiker er dus ook... Ja, Goed bruggetje wel. Uh, dat dat uh, is er uh, niet uh, één. Hè. Uh, zoals wij zeggen, we hebben de, de regular user en de tech-savvy persoon. Ja. Dus de één die adapteert wel al die technologie en die vindt het prima dat uh, hoe hij uh, dat gebouw gebruikt, dat dat wordt gedeeld zodat hij ook weer de optimale services naar zijn toe krijgt. En de ander zal zeggen van ja, dat wil ik niet. Dus ik zet die locatievoorziening uit en ik ben wel meer de, de regular user. Ja, wat ik ook wel vind is dat, tenminste dat, 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 dat zie ik dan veel in de markt, is dat er... Smart Buildings. En dan wordt het, wordt het heel erg gespitst op de eigenaar van het gebouw. Maar de eigenaar heeft in feite echt maar geen rol aan. Of dat gebouw slim is of niet. Want het gaat uiteindelijk om die gebruiker. Nou Ja, Dat is wel wat Wilfred net zegt, ja. natuurlijk. Van, uh, ze zijn vroeg begonnen met die data. Maar ook om aan te tonen, wat kan je er nou mee? En wat zijn de voordelen? Dus aan de ene kant, de eigenaar van een gebouw, uh, Ja, wat moet je met die data? Nou, dat is eigenlijk juist nu dat vraagstuk wat naar voren komt. En niet alleen de eigenaar, maar ook ja, wat kan je ermee? Wat kan je er. Mee aantonen. Die, die gebruiker is dus ook divers, moet je dus beseffen. Die gebruiker is niet alleen maar zeggen: de medewerker van die ene organisatie die in dat kantoor zit, die gebruiker is ook de exploitant van het gebouw, is ook. De bezoeker. Uh, ja. De bezoeker is ook de installateur, de monteur van de installateur. Uh, het maakt niet uit, alleen ze hebben natuurlijk allemaal hun eigen behoeftes uiteindelijk aan die informatie. Ja, dus het gaat heel erg om die manier waarop die gebouw die interactie zoekt met die gebruiker of vice versa. Ja. Ja. En hoe dat aan elkaar koppelt. Ja, klopt ook. Waar, waar ik wel benieuwd naar ben, is... Uh, yeah, je zit heel erg uh, op deze materie. Welke trend zie je nu in de markt? Die zegt van, joh, dat soort apps of uh, data is nu gewoon heel interessant. Daar willen we meer over weten. Nou ja, kijk, wat, uh, wat je nu natuurlijk heel veel ziet... is dat uh, diverse partijen, zeker ook in deze tijd, bezig zijn met... Uh, aan de ene kant de bezetting, benutting. En, en meer nog dan voorheen. Hè, en, en dat ja. was al maar zeg, een hele interessante omdat men natuurlijk echt keek naar de vastgoedportefeuille. Dus dat begint dan wel uiteindelijk weer bij die belegger. Zo van, joh, uh, uh, heb ik nog maar zeggen de juiste bezetting in dat pand. Kan ik meer verhuren? Noem maar op. Maar ook nog maar zeggen, de, de, de corporates van deze wereld die zoveel vastgoed hebben. Moet ik meer aanhuren? Moet ik minder aanhuren? Uh, kan ik vastgoed afstoten? Ja of nee? Uh, maar heden ten dagen gaan we natuurlijk heel erg over hoe wordt mijn gebouw gebruikt ja. en misschien in deze tijd uh, wel een actueel onderwerp misschien nog niet direct toepasbaar omdat veel corporates natuurlijk ook besloten hebben van oké okay, mensen werken nog steeds thuis maar zometeen komt dit vraagstuk natuurlijk gewoon echt op tafel hoe ga ik ervoor zorgen dat ik de mensstromen in een gebouw ga uh, beheren, beheersen. Um, en daar hoort natuurlijk één op één bij het binnenklimaat. Hè? Dus dat is meteen ook uh, het andere aspect als het gaat om welke data is interessant naast uh, bezetting, benutting, binnenklimaatparameters: hè? Um, temperatuur, ruimtelijke vochtigheid, CO2. Ook hier zijn we natuurlijk al langer bekend mee, ja. maar we weten natuurlijk inmiddels dat uh, CO2 ons een, een inzicht geeft in uh, in hoeverre ook er goed wordt geventileerd en zeker bij uh, overdracht van. Uh, van corona, van covid, weten we natuurlijk uiteindelijk dat goede ventilatie bijdraagt aan een verlaagde kans op, op besmetting, op het elkaar besmetten. He, dus um, waar het in het verleden al interessant was vanwege uh, de cognitie van een uh, van persoon, in hoeverre die zou afnemen, helpt het ons ook nu met, uh, met de inzichten rondom, uh, werkt die ventilatie goed, zodat we optimaal met elkaar veilig kunnen samenwerken in een gebouw. Je gaf net aan, een door die databezetting, waar zijn mensen wel of niet, of kunnen we ze daar naartoe uh, loodsen. Ja. We zijn als mens toch redelijke uh, kudde ja. Zijn er bepaalde trucjes waarbij je uh, kan zeggen, van, joh, als wij daar het licht uit doen of uh, de verwarming iets omhoog omlaag, dat de mensen kunnen ja, een soort trechteren van joh, beweeg die kant op. Zijn er kleine? Uh, ja, nou ja, 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 kijk, sowieso kun je natuurlijk met data heel veel. Hè. Een van de toepassingen die wij met data natuurlijk ook maken. Is het bewustzijn rondom uh, duurzaamheid. Hè? Dus de awareness over hoe een gebouw wordt gebruikt. En of je ze nu uiteindelijk naar zeggen, die informatie dan geeft om duurzamer met dat gebouw om te gaan. Of uh, uiteindelijk gebruikt om ze een bepaalde richting op te krijgen in dat gebouw. Kijk, in ons ideaal, of een van onze ideaalbeelden, is natuurlijk dat je uiteindelijk dat gebouw echt gaat gebruiken. Niet zoals we dat nu doen. Hè? Iedereen komt binnen en zegt: Oké, okay, ik ben gewend op de 14e te werken, dus ik ga meteen naar de 14e. En een ander denkt: van, Ja, ik ben altijd gewend om op de 2e te werken, dus ik ga meteen naar de 2e. Want er gaan en de 2e en de 14e verdieping aan voor twee mensen die op dat moment in de pand binnenkomen. Eigenlijk wat je wil is natuurlijk dat er veel meer gaat gekeken worden naar: Oké, okay, hoe kunnen we mensstromen op een bepaalde plek uh, laten komen. Um, dat je maar op dat moment één zone aan hoeft te. En schakelen. verwacht je dat het dan zo heftig wordt dat je op een gegeven moment uh, uh, liften niet meer naar een bepaalde verdieping kan laten gaan. Of dat je tag niet meer toegankelijk wordt, tijdelijk voor zo'n verdieping? Ja, en dan is de vraag: is dat heftig? Of is dat op een gegeven moment omdat je op die manier gefaciliteerd wordt? Want tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo: dat men vaak uh, in een bepaald patroon zit. Omdat men niet weet dat op de tweede werkplek vrij is. Hè? Dus als je het systeem dan gaat faciliteren, zo van joh. Um, jij bent nu onderweg naar kantoor, zie ik. Uh, ik weet laat maar zeggen dat dit en dat het uh, prettige werkklimaat voor jou is. Ik adviseer je nu om op de tweede werkplek X te gaan zitten. Waarom zouden we ons niet laten faciliteren? Wat betekent ook dat je niet meer hoeft te zoeken naar een werkplek, maar dat je die werkplek eigenlijk al krijgt aangereikt. met ook de, voor jou bijbehorende condities. Jij zegt net iets heel interessants over nudging. Dus hoe kunnen we mensen in een bepaald hè, gedrag... Ja. Kunnen we dat stimuleren? Klopt. Een goed voorbeeld is uh, Schiphol met het vliegje in het toilet. Ja, dat uh, ja, de toiletten waren toch wel een rotzootje. Dat vliegje hebben ze in het toilet gedaan. Ja, al die mannen mikken op het vliegje. Waardoor de schoonmaakkosten gewoon onwijs naar beneden gaan. Ja. En volgens mij, wat je, wat je zometeen gaat zien in smart buildings ook, is gamification. Dus mensen worden op een bepaalde manier worden ze gestimuleerd om goed gedrag te vertonen. Ja, en, uh, je zou bijvoorbeeld uh, de kleur in een, in een kamer uh, groen is als het uh, als er als het uh, als er genoeg mensen zijn of tenminste dat het ge, dat het binnenklimaat gewoon goed is en op het moment dat het uh, rood of oranje dan weet je van, oh nou, misschien dat er een mannetje uit moet want er uh, gaat hier wat mis maar dat kan natuurlijk ook zo ver gaan dat je op een gegeven moment uh, als de gamification dat je gewoon weet van oké okay, als iemand 40 minuten non-stop gewerkt heeft uh, dan loont het om even te zeggen van joh, uh, nu gaat het bureau omhoog, nu moet je staan of nu moet je even oefeningen doen. In het begin zal het waarschijnlijk heel gek zijn, maar als er uiteindelijk op de lange termijn het beter voor je gezondheid is en productiviteit. Ja, dan krijg je inderdaad wel uh, dat soort grappige, maar hele nuttige uh, acties binnenkort. Ja, kantoor. zeker. Ja, ja, ja. Ja, maar dat, dat, zo zie ik dat uiteindelijk ook. Hè? Als, als we kijken ja, naar tof. die telefoon, maar ook kijken naar om te zeggen, de ontwikkelingen in, uh, in, in de automotorsector. Dus gewoon uh, rondom auto's en elektrische auto's. Je ziet dat er steeds meer systemen aan boord komen, die uitgaan van. Uh, Oké, okay, ik heb bepaalde data, ik ga nu uh, de bestuurder adviseren om pauze te nemen. Ja. Of uh, nou, gewoon uh, de techniek is er natuurlijk om ervoor te zorgen dat de auto binnen het lijntje blijft rijden. En op het moment dat uh, de, de bestuurder gewoon zelf stuur in handen heeft, uh, omdat hij daarvoor gekozen heeft, gaat hij toch richting dat lijntje, dan uh, bibbert stuur even. Dat hij. Een soort van aware wordt voor het feit dat die dan nou maar zeggen weer richting dat lijntje gaat wat niet zou moeten zijn. En, en dat is het mooie natuurlijk aan technologie. Uiteindelijk dat het ofwel nou maar zeggen het neemt het volledig over. Of het gaat de persoon helpen om nou, ongelukken te voorkomen. En in hoeverre is humor dan ook ja, een onderwerp binnen. Zo eh, Tesla is een goed voorbeeld. Je noemt hem wel automotive. Het ja. is tegenwoordig gewoon een rijdende computer. Ja. Het was uh, dat ze nu een Easter Egg hebben, een open butthole. Gaat het oplaad, uh, klepje gaat open aan de achterkant. <laughs> ja, een beetje Elon humor. Ja. Maar in hoeverre ja, gaat humor meespelen in applicaties die er voor gebouwen komen. Ja, dat, ja goed, daar heb, ik, daar heb ik niet echt een, een goed antwoord op. Maar goed, kijk je natuurlijk al naar Google. Als je gewoon de Google zoekpagina opent en het is uh, het is inderdaad uh, paas of maakt niet uit. Daar wordt het natuurlijk op ingespeeld. Ja. En, en dat, dat kan, he, dat, dat is natuurlijk ook mooi hoe het georganiseerd is omdat het natuurlijk centraal georganiseerd is, is iedereen die op dat moment op die linlogpagina komt, die ziet dat. En dat is natuurlijk ook mooi hoe we. Hè, we hadden daar straks natuurlijk even over gebouwbeheersystemen. Ja, even in, in de oudste configuratie, dan moest je naar het project toe om iets te kunnen wijzen. Tegenwoordig zijn die systemen allemaal wel online. Maar het is nog steeds natuurlijk die, die eenmalige actie. Ja. Maar als je natuurlijk een gebouw ontwerpt vanuit de gedachte. oké. Okay, het moet meebewegen in tijd. Hè? Het moet zogezegd uh, release-enabled zijn. Gedurende zijn levensduur. Uh, het moet volledig IP-based zijn. Uh, uh, open. Hè? Ik moet ermee kunnen communiceren. En toch veilig. Maar dan kun je natuurlijk op een gegeven moment zeggen: van, net als dat je dat uh, met auto's hebt. Ik doe, en, en telefoons. Ik doe gewoon een release-update. En elke gebouweigenaar of gebouwgebruiker kan zeggen: Installeer deze of, ja. of niet. Nou goed, even die keuze ligt dan wel weer bij die persoon. Um, maar dat is natuurlijk het mooie, dat je met die technologie het ook beschikbaar kunt stellen aan alle gebruikers, aan alle gebouwen. En, en, en dat op een, natuurlijk een, omdat we het op een andere manier georganiseerd hebben. We kijken weer uh, uiteindelijk van wat willen we daadwerkelijk uh, bereiken voor de gebruiker. Maar hoe kunnen we het zo organiseren dat je het vanuit een centraal... Naar een decentraal aspect kunt, uh, kunt brengen. Nou, wat je daar zegt is heel interessant, want dan ben je eigenlijk al richting digital twin aan het gaan. Dat Klop. je niet meer fysiek op locatie iets hoeft te veranderen. Kan wel, hoeft niet. Ja. Maar dat het zowel digitaal kan als of fysiek. Uh, wat, kan, wat kan je daarover vertellen? Nou kijk, uiteindelijk zeg ik voor ons is digital twin natuurlijk uiteindelijk gewoon uh, een van de volgende stappen. Waarbij je niet alleen. Even fysiek... voor de luisteraar even: een, wat is jouw definitie van digital twin of hoe zie je dat voor? Je? Uh, nou, mijn, uh, mijn definitie van digital twin is uiteindelijk gewoon letterlijk dat je uh, de boomstructuur van je project met alle componenten, sensoren, et cetera, uh, als, als zowel digitaal als fysiek beschikbaar hebt en aan elkaar geknoopt. En nu een iets meer, Janneke, <laughs> met de boom is iets. Nou ja, uiteindelijk maar zeggen dat je gewoon een, 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 een digitaal kopie hebt van het fysieke gebouw. Okay. Maar dan niet zozeer een 3D-model. Maar echt, laat we zeggen, gewoon de, alles wat in dat gebouw zit aan, aan technologie. En, en dan hebben we natuurlijk over verwarming, koeling, ventilatie. Is en zo'n BIM, heel... BIM-model of zo? Nee, ja, nou ja, kijk, maar BIM is natuurlijk statisch. Ja. En eigenlijk wil je het dynamisch hebben. Want um, in het BIM-model heb je natuurlijk wel bijvoorbeeld die warmtepomp of die sensor zitten. Maar je wil van die warmtepomp zijn status weten. Je wil zijn temperaturen weten. Je wil van die sensor weten. Temperatuur, ruimte, vochtigheid, CO2. Dus en dat is, is eigenlijk maar zeggen het, het dynamische profiel van het gebouw. Dus als ik het goed begrijp, is het dan een BIM-model met alle huidige data, actuele data erin. Plus, waarbij je uiteindelijk zegt: ik analyseer dat. Gegeven ook wat ik zie, hoe het gebouw mm -hmm. zich gedraagt. Met het bijbehorende simulatiemodel wat ik erbij heb, van hoe het gebouw mm -hmm. zich. Zou gedragen bij bepaalde condities. En ik laat dat in een bepaalde interactie. Uh, naar een volgende optimalisatie toewerken. omdat geconstateerd wordt vanuit de dat het gebouw ja. wordt anders gebruikt. En eigenlijk moeten daar dus andere setpoints op van toepassing zijn. om dat gebruik van het gebouw en, weer op te maken. Heb je een actueel zijn. voorbeeld. hoe een, een digital twin uh, in zijn werk gaat? Um, nou ja, we zijn op dit moment. van ons eigen pand een digital twin aan het maken. Um, en dan heb ik het dus normaal niet over dat 3D-model. want dat hebben we al lang beschikbaar van ons gebouw. Maar waar we uiteindelijk nu op aanwerken is dat we die, die boomstructuur van alle componenten die in dat gebouw zitten beschikbaar hebben. Dat je precies kunt zien waar voedt wat op in. Waar heeft wat een afhankelijkheid van. Om dat zo meteen echt te gaan gebruiken. Om ook ons eigen kantoorpand in, in gouden. Anderhalf jaar geleden betrokken. En al volledig voorzien van smart. Het is wel, wel speciaal dat, je, dat jullie al zover zijn. Nou want... ja, ja dat, dat klopt ook. Omdat uh, aan de ene kant, laten we zeggen, het is nog niet gebruikelijk in de markt. Nee, precies. En anderzijds, het geldt natuurlijk uiteindelijk ja, hier wat we 35 jaar geleden ons al dreef om, uh, uh, waar DWA natuurlijk uiteindelijk uit ontstaan is. We zien de kans, maar dat kunnen we alleen maar voor elkaar krijgen door ook gewoon zelf mee bezig te zijn. Hè. Dus ook ons eigen kantoorpand in Gouda is gewoon letterlijk het living lab als het gaat om smart, slimme gebouwen. Als het gaat om Digital Twin, als het gaat om zelfs een smart contract en blockchain. Ja, we beginnen weer bij ons eigen pand om. Te leren, wat brengt het ons uiteindelijk? Hoe kan het werken? Hoe moet je het realiseren? Eigenlijk kan we zeggen: gewoon de, de eerste fouten ook bij onszelf te maken. Om daarna de toepassing op een goede manier in de markt te kunnen zetten. En er komt wel gelijk een vraag bij mij naar boven. En het is misschien nog te vroeg om te beantwoorden. Maar waarom zou men een disortal twin willen van hun gebouw? Nou, dat is precies natuurlijk ook die vraag die wij nu actueel aan het beantwoorden zijn. Um, kijk, uiteindelijk zeggen wij, het geld kan verdiend worden in de exploitatie. Um, digital Twin is natuurlijk dan een oplossing. Het gaat dus niet zozeer om Digital Twin zelf. Het gaat uiteindelijk om, laten we zeggen, die verdiencapaciteit in de exploitatie. Ja. Waarom is Digital Twin daarin een oplossing? Omdat je uiteindelijk ziet dat je daarmee gewoon het gebouw optimaler kunt laten functioneren. Dus in plaats van he, de oude werkelijkheid dat, een, uh, dat je een software update moet doen in het pand, helpt een Digital Twin eigenlijk bij het continu up-to-date houden van de performance van, van dat gebouw. En dan komt natuurlijk de vraag uiteindelijk tot stand. Oké, okay, maar wat kost het om daar een, een digital twin te realiseren? Versus wie heeft daar ook profijt van? En dat moet je natuurlijk heel dicht bij elkaar gaan brengen. Dat er een primaire business case is voor digital twin. Voor diegene die daar dus ook om te zeggen, de verdiencapaciteit bij, bij heeft. Wat ik wel tof vind is dat uh, je hebt bepaalde, bepaalde industrieën of bepaalde sports... die, die zorgen ervoor dat we, dat we innoveren. Formule 1 is een heel goed voorbeeld. Ja. Komen allemaal ja, nieuwe gadgets, worden daar uitgeprobeerd om die dingen nog sneller te maken. Maar ja, dat zijn ook wel de ultieme digital twins. Zo'n zo Formule 1 auto. Echt sensoren. Ja, ja, precies. Ja, ja. Ja. Ze weten precies wat er speelt en ze kunnen, terwijl het operationeel is, kunnen ze dingen bijstellen en kunnen ze dingen uitlezen ja. en, en berekenen. Ja. En de bestuurder informeren van, joh, wij hebben dit gezien, gemeten, let daar even op. Ja, dat dat op een gegeven moment ook in gebouwen krijgen Exact. Tot. En waarom zouden we dat niet in gebouwen willen? Ja. En, en, en waarom doen we het dus eigenlijk nog steeds zoals we het al jaren gewend zijn in de gebouwenomgeving om te doen? Maar waar denk je dan dat ligt? dat bij de uh, gebruiker, de eigenaar van panden of de partijen die deze gebouwen bouwen? Nou, dat, dat, dat ligt er precies aan zoals je het nu zegt. Je hebt te maken met de diverse stakeholders. En ik denk dat we wat dat betreft ook echt uh, uh, gewoon iedere ontwikkeling moeten aangrijpen om te zeggen, we werken niet zozeer voor een, een, een belegger of... of, of en we kijken al vanuit het totaal. Er is misschien nu al een belegger, maar straks een gebruiker. Oh. En, en, en die heeft er bepaalde verwachtingen al bij. Kunnen we me al die identificeren? Wat zouden die verwachtingen kunnen zijn? Kunnen we al betrekken? Kunnen we allemaal zeggen, meer gezamenlijk naar die ontwikkeling gaan kijken en dan meer gezamenlijk die business case gaan? En, gaan en dat vormen? gezamenlijk, dat zie ik op jullie website uh, op meerdere plekken terugkomen. Uh, jullie zijn heel innovatief, maar dat gezamenlijk, dat is hoe jullie zeg maar voortbewegen. Ja. Um, hoe zou een ideaal uh, project eruit zien dat je al die partijen samen kan krijgen? Um, nou ja, kijk, de, 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 hoe ziet dan een ideaal project eruit? Kijk, uh, uiteindelijk is ons motto inderdaad sli, slim, snel samen. Uh, waarbij je natuurlijk uiteindelijk, als je kijkt naar zo'n ontwikkeling. Ja, idealiter ken je natuurlijk alle partijen al. Maar dat is natuurlijk in de praktijk niet altijd de situatie. Uh, maar je wil dat met de partijen die er wel zin, zitten, kijken naar: nou, oké, okay, maar wat mag ik straks verwachten aan bijvoorbeeld een, een gebruiker? Ja. Hebben jullie al een bepaald profiel daarvan? He, dus dat je nu al wel kunt gaan kijken naar. Oké, okay, we weten dat dit een ontwikkeling is: een gecombineerde ontwikkeling. Uh, meerdere functies in het gebouw, hotel, woningen, uh, kantoor. Uh, waar zit, uh, op, wel, op welke, maar zeggen, uh, doelgroepen zit je? Zit je juist op Senior of zit je op, laat maar zeggen, gewoon uh, de, de jonge professional, uh, uh, de single versus, maar zeggen, het, uh, het, net, uh, het net getrouwde stelletje? Die bij wijze van spreken in een uh, hoger verdienstement uh, segment uh, uh, haar werk heeft. Nou, ja. dan, dan kun je allemaal zeggen natuurlijk vanuit dat perspectief gaan kijken. Nou, oké, okay, dan verwacht ik waarschijnlijk dit en dat en dat aan uh, profiel en gebruiker. En kun je daar al op gaan, gaan anticiperen. Uh, en dan kun je natuurlijk ook gaan kijken naar uh, wie wordt dan de exploitant? Uh, uh, wat is dan de organisatie die daar zich gaat vestigen qua. Uh, gebruiker kantoorgebruiker van dat gebouw, wat is de mogelijke uitbater van, uh, van het hotel en dat je al vanuit dat profiel in ieder geval gaat kijken naar nou, oké, okay, maar wat is dan een hele logische ontwikkeling? En van je, dat en je gebouw. noemt een profiel. Uh, ik ga dan bijna denken dat er een soort uh, zoekmachine is waar je zegt van oké, okay, is dit jouw ja. wensenlijst is jouw profiel? even hey, wacht even deze partijen komen daar naar voren die het beste bij dat profiel aansluiten. Ik denk dat het veel meer met flexibiliteit te maken heeft. Net als die iPhone. Jij kan hem een, een iPhone kan je dan kan je helemaal instellen zoals jij dat wil. Wilfried kan dat ook. Uiteindelijk moet een gebouw, dat je, dat je één standaard hebt, waar die flexibiliteit op geprojecteerd kan het worden. Ja, maar de smartphone is natuurlijk al wat verder dan gebouwen, dus ik, dat het helemaal los is misschien. Ja, maar ja, het, gaat om, het, om, het gaat om visie. Grass, het, gaat om visie. Het, het gaat om visie. Het gaat om, als we continu voor, voor, of die gebouweigenaar, of die eindgebruiker, of dat je voor hele specifieke doelgroepen gaat ontwikkelen, uh, Ja, dat werkt niet. Maar een gebouw is, een is toch al redelijk uh, uh, hetzelfde. Dus het is, kijk, op een gegeven moment ga je natuurlijk wel presets krijgen van: oké, okay, dit is een school, dit is een ziekenhuis. En natuurlijk kunnen daar wel veranderingen in zitten. Maar uh, ik denk in een grote lijn is het redelijk hetzelfde. Nou ja, uh, ja nee. Volgens mij moeten we gebouwen echt op die manier gaan ontwerpen. Ja. Zoals dat met telefoons en auto's tegenwoordig gebeurt. Uh, je kunt een Tesla kopen. Je kunt nu besluiten met of zonder autopilot. Maar over een jaar kun je nog steeds die autopilot kopen. Je weet nu al dat die 7.000 euro kost. Over een jaar kost hij misschien uh, inclusief inflatie 7.500 euro. Ik weet het niet, maakt niet uit. Uh, maar je kunt nog steeds die autopilot toevoegen aan je auto. Omdat er nagedacht is over het feit dat bepaalde functionaliteiten zitten er in de basis in. Bepaalde functionaliteiten kunnen eraan toegevoegd worden. Afhankelijk van de wensen van de gebruiker. We gaan echt met appjes werken. We, ja. Die analogie zit er één op één in als het daarover gaat. Alleen dat betekent dus dat je een gebouw op een andere manier gaat ontwerpen. Namelijk veel meer vanuit die flexibiliteit. Ja. Dat het wat ik daar straks even benoemde, het release enabled. Dat het gewoon in tijd mee kan groeien. Ook met de gebruiker, met de veranderende aspecten van de nu gebruiker. Het gebouw vergelijken we inderdaad met de smartphone. Hebben we dan ook een batterij nodig? Uh, nou ja, ik, misschien wel weer vanuit andere redenen. Want als je natuurlijk helemaal kijkt naar. Een slim gebouw, als je ook kijkt naar hoe er vanuit Europa, de Europese Commissie, wordt gekeken naar slimme gebouwen. Zij zeggen uiteindelijk, wij willen dat elk gebouw vanaf 2026 een, een slim gebouw is. Omdat zij uiteindelijk zeggen, er is een, zit een directe link tussen een slim gebouw en een duurzaam gebouw. Want ja. al die data geeft niet alleen inzicht in hoe het wordt gebruikt om de gebruiker maximaal te faciliteren. Maar het laat ook zien hoe het performt en hoe het beter kan performen. En daarmee een, 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 een lagere footprint op, op deze aardbol heeft. En als het daar dan over gaat, uh, nou ja, dat is natuurlijk uiteindelijk het, gewoon het, het interessante, die link die daar uh, tussen bestaat. Uh, en ja, als je het dan hebt natuurlijk over uh, een accu, uh, een batterij, uh, waarom zou je op een gegeven moment niet een gebouw, ook laten zeggen, letterlijk zichzelf laten besturen? Op een gegeven moment zeggen, oké, okay, er is nu zon, ik wil nu zon. Invangen met de zonnepanelen, opslaan in de batterij, om het op volgende moment weer te gebruiken. Voor welke. Is, uh, precies, oppangen. voor welke doeleinden dan ook. Gewoon om die footprint van dat gebouw zo minimaal uh, mogelijk te laten zijn. En daar hoort natuurlijk. Ja, alle nieuwe technologieën, waaronder uh, natuurlijk ook de batterijtechnologie, hoort daar natuurlijk op een gegeven moment uh, in -Rijn, oh. over nieuwe technologie gesproken. Ik denk dat we nu naar uh, Joost favoriet onderwerp gaan. Nou, ja, ik wil inderdaad zeggen blockchain. <laughs> ik ik wil zag jou op Omwille van de tijd uh, moeten we toch wel echt wel door, denk ik. Ja, ja het laatste onderwerp, blockchain. Ja. Um, ja, voor, de, voor de mensen die echt totaal geen flauw idee hebben wat het is, zou je kort kunnen uitleggen in je Janneke taal hoe dat een beetje werkt? En wat het is ook. Ja, ja wat ja, het is. Nou, misschien sowieso even als aanloopje. Ik ben nu ongeveer anderhalf jaar met, met dit onderwerp bezig. Um, kijk, wat uh, mij uiteindelijk vooral triggerde. is de smart contract technologie. Ja. Uh, we komen zo meteen natuurlijk nog even op. Maar onderliggend maakt dat gebruik van blockchain. Nou, blockchain kennen natuurlijk veel mensen vanaf uh, de Bitcoin. Mm -hmm. En misschien niet altijd per se positief. Uh, nee. Dat laten we hier ook, wat mij betreft, gewoon, uh, gewoon staan. Um, even, um, de, de blockchain-technologie zelf is eigenlijk niet meer en niet minder dan een grootboek-technologie. Dat is de officiële term die daar natuurlijk aan wordt gekoppeld. Maar eigenlijk, laten maar zeggen, transacties die worden vastgelegd: jij hebt die transacties, ik heb die transactie. En zolang wij, laten we zeggen, die gezamenlijke uh, werkelijkheid hebben, allebei, en ja. die gelijk is. Uh, ...klopt dat grootboek. En zodra, laten we maar zeggen, één van de werkelijkheden gaat, uh, gaat afwijken... ...dan klopt het niet meer. Maar blockchain technologie is in ieder geval de technologie... ...die faciliteert dat wij gezamenlijk over dat grootboek kunnen beschikken. En um, ja, de essentie is natuurlijk dat het uh, daarmee decentraal is. Hè. Het is zowel van jou als van mij. Ja. Het is niet meer iets wat, laten we maar zeggen, in, in, in die zin bij een derde ligt... ...waar wij allebei afhankelijk van zijn. Waar we dus ook uh, misschien wel een, een vertrouwenskwestie... ...op een gegeven moment mee zouden kunnen hebben... Uh, om wat voor reden dan ook. Dus, uh, het is uiteindelijk de technologie die het voor ons faciliteert dat wij gezamenlijk over één werkelijkheid uh, uh, beschikken. En uh, als je dan natuurlijk de doorstap zet naar de gebouwde omgeving. Um, wat het daar straks natuurlijk al over data. Wat je natuurlijk heel erg veel ziet, is dat er natuurlijk allerlei partijen bezig zijn om zelf applicaties te ontwikkelen. Alleen onderliggend, wat ze doen uiteindelijk, is dat ze data uit het gebouw halen en hun eigendom maken. Nou, wat je ergens niet wil is dat je uiteindelijk natuurlijk weer als gebouweigenaar... Uh, opnieuw die data van je eigen ja. gebouwen zou moeten gaan kopen. En dat waarom ik zeg van ja, die blockchain technologie... is een hele mooie technologie in relatie ook tot de gebouwde omgeving. Want waar we vroeger uh, de situatie kennen... dat een gebouw zijn eigen archiefkast heeft... met uh, alle tekeningen en, en, en alle informatie van het gebouw... Um, heeft daar natuurlijk toch een bepaalde erosie in plaats gevonden. Dat is niet uh -huh. meer de situatie. Maar blockchain technologie gaat ons weer helpen... om ervoor te zorgen dat het gebouw uiteindelijk zijn zijn unieke uh, eigen archiefkast heeft, de, de digital twin, maar dan op zo'n manier dat uh, het echt weer bij het gebouw hoort en dat het een, uh, een stukje functionaliteit is wat alle partijen die uiteindelijk belang hebben, op wat voor manier dan ook, in het onderhoud, in het eigendom, in de, de transactie, de verkoop van uh, belegger A naar belegger B, ja. uh, uh, maar alle andere partijen die gewoon betrokkenheid hebben in de exploitatie om te zeggen, joh, dit is... Dat we, uh, wat we van het gebouw weten, de data, de informatie. Ik, en, en doe daar iets mee. Ik, uh, vat, ik vat hem heel even samen. Dus we hebben te maken met een technologie waar in feite de waarheid is absoluut. Ja. De waarheid is decentraal. Ja. Um, ik heb het mijn vriendin laatst uitgelegd: op het moment dat je uh, dat de bank die weet hoeveel geld je er op jouw bank staat, of op jouw rekening staat, op het moment dat de bank afvikt, ben je in feite ben je, je geld kwijt. Want Er was maar één partij die bij, heeft bijgehouden hoeveel geld jij had. Um, op het moment dat er wereldwijd computers staan die dat bijhouden en dat elke keer zijn uitgave doet, um, wordt dat op al die computers tegelijkertijd bijgeschreven. En dat als er één computer uitvalt, weten alle andere computers nog hoe het zit. Ja. Um, dat zorgt er dus ook voor dat uh, de tussenpartijen, zoals nou ja, een goed voorbeeld, is de notaris. Een notaris die, die bemiddelt in een waardeoverdracht, die is niet meer nodig. Omdat je in één keer. Bijhoudt, of iedereen houdt bij. Uh, wat Van wie de, het eigendom is. Precies. Ja. En of er een overdracht is geweest. Um, en als we dat dan gaan vertalen naar de gebouwde omgeving, ja wat, wat gaat er dan gebeuren? Hoe gaat dat dan werken? Je hebt het al over informatie gehad. Dus we kunnen informatie kunnen bij gaan houden ja. in die blockchain. Ja. Nou, kijk, als je, als je nu naar me zeggen de, de rapporten en de artikelen leest, uh, die hier natuurlijk over gaan, he, blockchain in, in real estate. Dan zie je natuurlijk heel veel als het, uh, als het gaat over het, het vastleggen van het eigendom van vastgoed en de transacties in, in vastgoed. Uh, maar dat is natuurlijk maar één deel van, uh, van, van vastgoed. Ja. Um, en uh, waar wij natuurlijk naar kijken is uiteindelijk in die exploitatiefase. Nou, we hebben natuurlijk al heel veel in dit gesprek gehad over, over data. Nou, ja, uh, data kun je natuurlijk voor diverse toepassingen gebruiken. Um, nou, de toepassingen die wij onder andere zien is bijvoorbeeld het vastleggen van binnenklimaat. Dat is nu wat wij doen, volgens ons eigen pand vastleggen van binnenklimaat op, op de blockchain. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je dat willen? Wat is de toegevoegde waarde daarvan? Nou, wij, wij leggen dus uiteindelijk, naar nou mijn zeggen, gewoon decentraal, betrouwbaar vast wat het binnenklimaat is. En dat kun je natuurlijk gewoon straks als, als de werkelijkheid van het pand ook weer overdragen aan, aan, een, aan een volgende huurder of, of, of wat dan ook. Hè. Dat, dat is gewoon... Beschikbaar. Daarvan is de directe business case, de primaire business case, misschien nog nu niet eens zo helder. Nou, ik maar denk die dat die wordt... vrij helder is, eigenlijk. Ja, net als een, als je een auto koopt, dan wil je weten of de kilometertelling. Of de dat... NAP. Precies, of dat, ja. of dat goed is. Ja. Um, en nu kan er nog, nog iemand met een boormachine het een en ander terugschroeven. Ja. En niemand die het weet. Terwijl met een blockchain zou dat niet mogelijk zijn, ja. omdat elke kilometer automatisch wordt bijgeschreven in de wereld. Ja. Als je dat zou vertalen naar bijvoorbeeld gebouwprestaties. Je hebt het met, met overnames van gebouw te maken. Klopt. Heb je wel een gewogen, absoluut um, ja, prestatie. Klopt. Dat klopt helemaal. Rapport. En, dat en, en, dat, ja. en dus dan, dan zit je weer op die transactie. waar we het daar straks ja. even over hadden. Dus dat betekent dat je het unieke digitale dossier bij het gebouw hebt. die iets zegt over ook uiteindelijk die waarde. Mm -hmm. En dus dat betekent dat de business case op het moment ontstaat. dat je naar verkoop toe gaat. Um, maar in die tussentijd ben je natuurlijk ook dat gebouw aan het onderhouden. Ja. En waarom zouden we dat doen op een manier dat je elke keer weer moet vragen om een werkbonnetje een performer factuur aanbiedt, die wordt beoordeeld, wordt bediscussieerd. En daarnaast stuur je je factuur en 90 dagen later krijg je hem betaald. Ja. Dat is natuurlijk het mooie aan de combinatie van uh, smart contract met blockchain. Dat je uiteindelijk kunt zeggen, ik laat die data, het contract. Smart contract, ja. het digitaal geprogrammeerde contract, dus het. Softwarematige contract wat we nu met z'n allen sluiten op papier, laat ik door data gedreven uh, de, de executie doen van moet er nu iets gebeuren. En als dat gebeurd is, dus er heeft een reparatie plaatsgevonden of er heeft een optimalisatie plaatsgevonden, dat dat contract dat ook constateert en meteen ook dus afrekent. Precies. Dan hoef je in die zin geen processen meer te starten die uiteindelijk hetzelfde bereiken wat gewoon nu heel veel menselijke handelingen kosten. We weten gewoon uit de praktijk, mm -hmm. smart contract met blockchain zorgt voor, om zeggen, een, een minimalisering van, van, van uh, alle proceshandelingen die wij, jullie, uh, ik uh, nu doe, als het gaat om informatieuitwisseling, uh, tot wel 20%. Dus 80% besparing in die proceshandeling. Um, en, en het wordt ook, laten we zeggen, veel directer. Hè. Dus met dat... Uh, data constateert dat er een afwijking is, wordt er een partij ingeschakeld. Dat gebeurt allemaal, maar zeggen. Precies, laten, nu. We, laten we het eens vertalen naar. Uh, zo'n gebouw. Naar iets concreets voor de luisteraar die nog steeds. Zoiets uh, ik, van... ik wilde nog even een vraag stellen, want je zei daar straks iets heel interessants. en dat speelt nu echt heel erg. Die data uit het gebouw is van de eigenaar. Ja. En uh, je zei doordat het met de blockchain. en dat het allemaal. Uh, bij elkaar gaat komen en. Uh, voor, iets, hè, voor de, de personen die inzichtelijk uh, kunnen krijgen wat er mag gebeuren, is dat uh, toegankelijk. Je wilt inderdaad niet hebben dat straks partijen die data eruit gaan trekken, hun, hun eigen dingetje doen, en dat je dat dan weer terug moet kopen. Maar aan de ene kant is het voor de eigenaar is dat heel fijn, want daar willen we naartoe. Maar voor dat soort partijen, wat dat het verdienmodel is, dat ze het eruit trekken, ja, die zijn er natuurlijk niet blij mee dat ze deze kant op gaan. Hoe, hoe, hoe zie je dat? Ik snap je vraag niet, man. <laughs> <laughs> nou, nou... Ja, maar dit, dit gaat volgens mij over het machtsvraagstuk rondom data. Ja. Ja. Dus jij zegt nu er zijn partijen nu aan het investeren in technologieontwikkeling. waarbij het businessmodel data is. Ja. Nou, dat zal een x-tijd waar zijn. Uh, maar uiteindelijk zal het zo zijn dat die data gewoon weer hoort bij dat gebouw. waar we dus 50 jaar geleden ook stonden. En dat we met z'n allen beseffen als we het centraal, decentraal georganiseerd hebben, dus weer bij het gebouw. En iedere partij kan echt doen waar die goed in is. Hè. De, 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 de consultant met, met zijn ontwerp. De installateur met zijn onderhoud. Uh, laat dat maar bestaan. En laten we niet uitgaan van het feit... van ik heb de data, na, na, ja. na, um, na. Want dat is uiteindelijk ten lange leste niet houdbaar. Dat gaat een keer kenteren. Want... We blijven niet bij elkaar dan data kopen en data opslaan weer in de volgende cloud, en noem maar op. Dat hele business model is uiteindelijk. Dat betekent ook, niet ook dat andere partijen kunnen toetreden. Dus ondanks dat Pietje die sensor heeft opgehangen, kan uh, uh, Jaapie kan, uh, kan er dan iets mee gaan doen. En je daagt partijen uiteindelijk echt uit om datgene te doen waar ze zelf goed in zijn. Het gaat niet om het hebben van die data, het gaat om wat je ermee kunt. Daar zit natuurlijk uiteindelijk de echte kracht van data. Ah, ik wil, ik wil. Dit nog heel eventjes parkeren. Want we zaten midden in blockchain technologie. Waar ik terug wilde is dat... Het dat concrete voorbeeld is dat een gebouw... Je lampje gaat kapot. Dat een gebouw zelf detecteert dat er iets niet werkt. Dat het vervolgens valideert... Uh, of dat het, dat het detecteert dat het niet werkt. Dat het vervolgens uh, een onderhoudspartij inschakelt. Ja. Op basis van zo'n smart, eh, smart contract. If this, then that. Mm -hmm. um, dat die onderhoudspartij die maakt dat... Ja. Zal waarschijnlijk zal hij aangeven dat hij het gemaakt heeft. Binnen de binnen of de data contract. constateert dat. Of de data constateert dat. En vervolgens moet het gevalideerd worden. Dus dan krijg je een soort van een DAO noemen ze dat. Uh -huh. DAO. Uh, dat meerdere ja. mensen uh, moeten stemmen dat, dat er iets gebeurd is. Ja. Dat kunnen personeelsleden zijn die een appje krijgen met. Klopt het dat de, deze lamp goed functioneert? Ja. Uh, nou, als een paar mensen dat doen, drie mensen stemmen ja. Dan constateert het gebouw dus dat het uh, gemaakt is. Het wordt gevalideerd. En er wordt automatisch ook de uitbetaling gedaan naar de partij die uh, het gemaakt heeft. Precies. Dus dat is van A tot Z hoe, hoe dat dan werkt. Ja. ja. Waar ik naartoe wil dan. En dan sluiten we nu een beetje dat uh, blockchain gedeelte af. Ik denk dat het voor de, voor de mensen die er nog nooit van hebben gehoord. Dat ze er wel uh, wat uh, van geleerd hebben. Um, waar jij het over had, over data. En ik, ik hoorde dat in het begin van het gesprek ook al. We hebben het over duurzaamheid en over het belang van duurzaamheid. In hoeverre is open source data en openheid van je data daarin belangrijk? Ja, ik zou bijna zeggen, eh, als het gaat om, om, om duurzaamheid en duurzaamheid werken te maken wat onze missie is, eh, zeggen wij, is dit, is dit voorwaarde, dit is key. Uh, wil je uiteindelijk maar zeggen gewoon naar een duurzame wereld toe, dan wil je weten hoe werken al die technologieën, hoe werkt het met elkaar samen. Hoe zorg je voor de, de optimale operatie uiteindelijk in, in die praktijk? En, en dat kunnen we alleen maar weten als we data ter beschikking hebben. Ja. En, en, en data is daarin dus gewoon key. Maar zou, zou je dan ook uh, voorstander zijn voor, voor bedrijven om hun gebouwdata open en vrij te geven? Uh, ja, goed. Het, 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 het volle antwoord is daarop natuurlijk ja. Alleen dan kom je natuurlijk ook meteen op de vraag terecht, hoe dan? Ja. En dat is natuurlijk meteen ook de ontdekkingsreis waar we natuurlijk mee bezig zijn. Want zover zijn we natuurlijk nog niet. Hè? Want waar laten we dan die data, hoe organiseren we dat dan? Uh, ja. En als je dan natuurlijk weer gaat inzoomen op die gebouwde omgeving, hoe zorg je ervoor dat partijen ook iets met die data kunnen? Dan, ja. dan komen we terug aan de kern. Waar we met z'n allen nog steeds, uh, letterlijk in de gebouwde omgeving, ook wel een beetje mee aan het worstelen zijn. Is hoe zorg je voor uniformering van die data? Kijk, met BIM hebben we dat natuurlijk geregeld met ISC. Maar als het gaat om uh, data uit het gebouw. He, de, de standaard tagging en dat soort zaken. Ja, daar staan we natuurlijk gewoon aan, 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 aan het begin van de ontwikkeling. He, je ziet natuurlijk ontwikkelingen als, als hashtag en BRICSchema. En, en, en Microsoft Digital Twin Language. En dus er zijn alle partijen mee, er zijn een aantal partijen, of de diverse partijen zijn er natuurlijk mee bezig. Maar het moet natuurlijk uiteindelijk door een complete community. De gebouwde omgeving, als zodanig. Natuurlijk uh, uh, geadopteerd worden en gezegd. Jongens, dit, dit, dit is waar we van uitgaan. Dit is wat wij zeggen. Dit is de tagging van data. Want pas op dat moment kun je natuurlijk zeggen dat je uh, van data, wat ik dan noem slimme data hebt gemaakt, namelijk data. waar jij zonder dat je mij nodig hebt iets mee zou kunnen. Ja. En ja, dat is natuurlijk we, uiteindelijk waar het naartoe moet. En dat is natuurlijk wel een stap die we moeten gaan zetten. Voordat we uiteindelijk kunnen zeggen. en, en gaan nadenken over het vraagstuk: waar laat je dan al die data? Uh, als we, ik. Kijk, ik kan nu zo data met jou delen. Als ik het met jou gedeeld heb, zeg ik, maar Wilfred, wat is dit voor data? Wat kan ik ermee? Ja. Ja, wat je ermee kan, dat moet je sowieso zelf beantwoorden. Uh, maar wat het is, dat moet dan bij mij vandaan komen. En die afhankelijkheid wil je niet hebben. En je ziet het nu natuurlijk ook oh, in, in de zorg afgelopen jaar. Is data uh, spontaan met elkaar uh, gedeeld, omdat het natuurlijk nodig was. En je ja. ziet hoeveel sprongen daar gemaakt zijn. En natuurlijk een Elon Musk, die heeft al zijn technologie en data beschikbaar gesteld over uh, elektrische auto's. Ja. Ja, het is eng, maar uh, het helpt inderdaad wel voor de duurzame wereld. Gaat het wel enorm Klopt. helpen? Ja. Zijn er nog uh, nabewanders, afsluiters? Ja, ik had wel één uh, wel wat wel diepere vraag. Is er iets dat je nog nooit eerder hebt gedeeld, want je hebt al vaak po vaker podcast gedaan, dat, dat, uh, ja, dat je met onze luisteraar zou willen durven delen? Een diepe vraag dit. Nou, hè? Ja, ja. 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 Hij is anderhalf jaar met blockchain bezig. Ja, ik, uh, nou ja, goed, even denken hoor. Een primeurtje. Een primeurtje, precies, een primeurtje. Nou, nou ja, eigenlijk ik ben met zoveel interessante dingen bezig waar ik niet over heb gesproken in podcast. Ja, ik heb... Laatste ontwikkeling dat je nou. het misschien nog niet helemaal mag delen. met tipje de sluier dan? <laughs> nou, ja, de laatste interessante ontwikkelingen is dat. Nou ja, ja, kun je dat wel of niet delen. Nee, eigenlijk dat we echt, laat maar zeggen, gewoon bezig zijn met het ontwerpen van het gebouw. Al in de ja, meest strategische fase vanuit die gedachte waar we het straks ook even over hadden: ja. most intelligent building en, 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 en dan echt nadenken over. Hoe zorgen we ervoor dat we het gebouw als, als maar zeggen, de benaderingen, Dus de, 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 de telefoon, de, de, de auto. Eh, waar we het ook hebben over gehad. Dat we het echt maar zeggen, benaderen vanuit de, de, de software, het release enabled eh, Gedurende. Dat dat is waar we nu mee bezig zijn. Waar we bij een aantal casus echt concreet eh, al in de strategische fase. Dus eh, misschien is het aantal vierkante meters wel bekend die er mogelijk komt. Maar verder, er ligt helemaal niks vast. En, en, en toch al op die manier aan het nadenken: hoe kunnen we er brains with a roof van, van maken? En, en je vertelde net dat jullie bij jullie kantoor hiermee bezig zijn. Wordt het straks ook toegankelijk om, om mensen uit te nodigen voor je kijkers, wat wij nu uh, hebben? Van. Nou ja, wat eigenlijk wat we, wat we natuurlijk steeds doen. Uh, en we hadden het net natuurlijk even over, over podcast. Uh, met podcast hebben we natuurlijk de mogelijkheid om, om kennis en informatie in ieder geval te delen. Uh, ja, dat is natuurlijk nu een beetje de werkelijkheid waar we door COVID uh, in zitten. Uh, maar ons eigen pand, daar kunnen we gewoon ook mensen ontvangen en kunnen we het ook gewoon laten zien. Sterker nog, zelfs in deze COVID-tijd hebben wij gewoon met uh, de applicatie die we ontwikkeld hebben voor ons eigen pand. Het gaat om het wegschrijven, het notarieel vastleggen van de data op het gebied van binnenklimaat, van ons pand. We hebben gewoon een webinar georganiseerd online om partijen in ieder geval te laten zien en mee te beleven. wat we gebouwd hebben, wat we ervan geleerd hebben en om daar ook over door te discussiëren. Uh, dus ons Living Lab is open voor, uh, voor partijen om, uh, om te kijken, uh, digitaal of fysiek, wat we aan het doen zijn en wat we daarvan geleerd hebben. Uh, vooral ook om dat dus over te dragen. Met partijen te praten over van waarom zou je dit nu uiteindelijk doen. Uh, en daarmee bij te dragen aan de verdere verduurzaming van, van deze wereld. En vooral de gebouwde omgeving. Ik uh, uh, ja. een beetje afsluiten, denk ik. Ik uh, wil jou in ieder geval onwijs bedanken voor je komst. Dat uh, lijkt me ook leuk. Als een hoop ja. kennis gedeeld in een korte ja, tijd. Ja, Dankjewel ja, in ieder geval ook voor de uitnodiging... Jot om hier, tof, hier het verhaal ja. te mogen delen over waar we als DBA zijn, uh, mee bezig zijn. Ik wil je ook meteen uh, uitnodigen voor over zes maanden uh, het vervolg. Groot gelijk. Mooi. Ik, uh, Gaaf. Ik denk dat er nog zat te bespreken is. Zeker. Um, ja. Dat, uh... Voor onze, onze luisteraars, uh, volg ons op Spotify. En uh, voor onze kijkers, druk uh, natuurlijk op abonneren. Um, ja, jullie website, hoe kunnen ze jou bereiken? Uh, nou ja, LinkedIn zou ik zeggen, Wilfred van der Plas. Uh, daar staan ook uh, de contactgegevens en uh, dwa.nl. Ja, nou, mevrouw, bedankt. Graag gedaan. Leuk.